zoals je ziet, we zitten in de auto. Want waar gaan we op? Vakantie! Yay! Zijn we blij? Ja, hè? En dan stap je zo terug de tijd in. Kijk, nou, dit is toch één groot kinderparadijs hier zo. Goedemorgen, midden vanaf de... Nou, wat zal dit zijn? Blauwe of rode piste? Blauw. Is dit blauw? Wat doen de koeien? Wat doen de koeien? Wow. Goed zo! Goedemorgen, nieuwe week, nieuwe video. Het is dinsdagochtend en het is 9:47. En zoals je ziet, we zitten in de auto. Want waar gaan we op? Vakantie! Yay! Zijn we blij? Ja, hè? Vakantie, hè? Ja, het was nog even een... Nou, het was niet stressen, maar het is gewoon altijd gedoe, zeg maar. Ja, ik ken niet zo heel veel autovakanties. Eigenlijk alleen de wintersport. Nou, maar ook als we gewoon met het vliegtuig gaan. Je wil je huis even schoon, alles inpakken. Vakantie is altijd even stressen en gedoe van tevoren. Ja. Maar dat maakt niet uit. We zijn er. We zitten. We zitten niet in onze eigen auto, zoals je misschien al hebt kunnen zien. Ik zal even een rondje doen. Zo, hallo. Achterin spullen. Hier een heel scherm. We zitten in Ford Explorer. Deze auto is volledig elektrisch. Die hebben we van Ford te leen voor deze roadtrip. Super blij mee, heel mooi. Dus ja, eerste keer dat we überhaupt elektrisch rijden of zo lange tijd. Eerste indruk? Ja, lekker. Hij trekt echt zoveel sneller op dan... We hebben zelf een Volkswagen T-Cross. En die is ook wel, die rijdt ook altijd wel heel lekker, vind ik. Maar deze, ja, die heeft gewoon nog veel meer vermogen. En dat is gewoon even wennen, maar wel heel lekker. Ja. Dus... Heel blij mee. En de eerste stop voor vandaag is, ja... Rotenburg ab der Tauber. Rotenburg ab der Tauber. In mijn beste Duits. Ergens in... Wisten jullie dat Joost, dat Joost heel goed Duitsers na kan doen, maar het eigenlijk niet zo goed kan spreken zelf? Nee. Wat is er? Nanny! Moet Nanny ook praten? Ja. Of moet Nanny ook op de vlog? Laat Nanny even zien. Doe maar zwaaien met Nanny dan. Ja, ik ga ze wat te eten pakken. Maar die eerste stop, daar gaan we vannacht slapen vanavond. En nou ja, volgens de navigatie zijn we daar over een kleine 6 uurtjes. Dus let's go! Inmiddels 3 uur onderweg. En we hebben alleen maar regen gehad. En echt niet weinig, echt veel en hard. Maar de piloot doet het uitmuntend. Nee, ik wilde eigenlijk net huilen. Ja. Toen viel Noah in slaap, want ik zei, oh, na 2 uur gaan we nog even stoppen, dan kan Noah even lopen en dan kunnen wij laden en zo. En toen was in slaap, dus toen dacht ik, oh, nou, slaaptijd maximaal 3 kwartier. Maar we zijn nu ruim 1 uur verder, dus ik zei tegen Joost, let me op, gaat ze nu nog 1,5 uur slapen? Nee, maar ze wordt dus niet wakker aan het worden. Oh, okay. Dus je wordt zo meteen afgerost. Ik moet ook wel plassen, moet ik zeggen. Ja. Maar, zo far, zo goed. Ja, maar die extreme regen, maar, ja, maar de auto voelt wel gewoon lekker veilig. En, we zijn aangekomen in Rotenburg. En mocht je denken, jeetje, wat is dit voor gekke oude kamer? Nou, dat hoort dus een beetje bij de sfeer van het stadje. En dat zullen we jullie... Zo. Kunnen we dat laten zien al vanuit het raam? Zie je dat niet? Nee, nog niet echt. Oh, nou, kleine sneak peek. Kijk, het is echt zo'n heel leuk oud Duits. Ik zal zo buiten ook nog even een shotje maken. Kijk, hier stappen we het hotel uit en dan stap je zo terug de tijd in. Super schattig, super knus. Het hele dorpje, dat is best wel een groot dorpje, van 11.000 inwoners, maar is nog helemaal in de middeleeuwse stijl. Nou, dat is te zien. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het nu al gezellig. Ik hou hier wel van. Gewoon een beetje toeristisch en ik ben bijna overreden, maar dat maakt niet uit. Kijk nou al die gevels en zo. Ja, ik vind het leuk. Wat gaan we doen? Ik wilde bijna hier vragen, wat gaan we doen? Nou, even wat drinken. Even ergens wat drinken, hè? Kijk dan ook hoe mooi blauw dat allemaal weer is. Ja, hierboven is onze kamer, helemaal top. Op deze woensdagochtend. Waarschijnlijk hoor je het wel, maar ik ben echt zo verkouden.
Oh, echt daardoor ook een slechte nacht gehad. En dat kwam dus echt door de verkoudheid, niet door Loa. En omdat het hier super warm was. Gelukkig had Joost in één keer om 1 uur vannacht het briljant idee van... Hé ja, daar stond nog een ventilator. Dus die hebben we lekker aangehad en daardoor was het wel te doen. Maar we hebben betere nachten gekend, hè? Ja, maar gisteravond om 8 uur was het gewoon prima. Ja, ik weet ook niet wat het is. Maar goed, we hebben net lekker ontbeten. En je hebt hier een specialiteit en dat heet sneeuwballen. Dat zijn een soort... ronde koekjes, zoals een sneeuwbal. Dus Joost zei, ja, die wil ik zo meteen echt nog wel even proberen. Dus dat gaan we doen. En daarna gaan we weer in de auto op naar Vlachau. Alles is nog een beetje dicht, dus we hebben ze maar even ergens afgehaald. Zo, ik wilde het liefst in een cafeetje, maar dat kon niet echt. Maar dit zijn ze dus. Nou, en dan aan jou de eer om even een hapje te nemen. Happy? Ja. Ja. Ik ben droog. Ja. Nou, top. Ja? Hapje? Mag ik dit wel lekker? Oké, mag ik dan ook een hapje? Ja. Oké. Inderdaad. Ja, echt zandeeg zoals het als er ook staat. Hè. Nou, niet het sausje was er lekker bij geweest. Niet voor herhaling vatbaar. Maar ze hadden ook wel veel met smaakjes en zo. Nou, maar jij wilde lekker. Die niet. Jawel, jij zei juist nee, doe maar gewoon de normale, want dan hebben we de echte experience. Oké. Het is inmiddels 4:30. Ik heb een heel groot deel gereden en Joost is nu aan het rijden. En we rijden nu bij de grens met Oostenrijk. Kijk of ik het bordje even kan filmen. Nee. Ja, hier was dus net het bord. Ja, hoppakee, op het scherm zie je het ook. Oostenrijk. Maar het grappige was, je ziet hier dus nu ook overal staan dat je hier nog een vignet kunt krijgen. En wij waren eergisteren even bij de ANWB geweest om alvast dat vignet te kopen, zodat je dat hier aan de grens niet hoeft te doen. Maar omdat we dus nu deze auto te lenen hebben, deze auto heeft een Duits kenteken. Omdat Ford in Duitsland die auto's allemaal heeft staan en deze auto nog niet op Nederlands kenteken staat. Omdat die nog letterlijk niet geproduceerd is. En dus wij gaven daar ons kenteken. We zijn met een Duits kenteken nu. En dus toen ging dat meisje ging dat uitprinten en toen zei ze tegen die collega... Huh? Hoezo is het nou in het Duits, dat hele formulier? Toen zei die collega, nou, snap ik ook niet. Dus toen zei hij, nou, misschien omdat we een Duits kenteken hebben. Oh ja, toen moesten we allebei zo lachen. Het was echt zo'n hé, kom je uit een ei moment? Dat is heel onaardig, maar dat is het. Ja, het had mij ook kunnen gebeuren achter zo'n kassa, maar ik vond het zo grappig. Ze allebei echt dachten... Hé, hoezo is het nou in Duits? Het is altijd in het Nederlands. Jubeljaar is dat ook kort. Oh, ja. Kijk eens aan, daar moeten we al nog naartoe. Dat is de eerste keer waar we deze auto hebben gereden. In de Jubeljaar. Klopt, ja. Een paar weken. Ja, dus die, hij gaat naar huis. Die rail daarvan staat op ons account. Dat was trouwens echt heel erg leuk. Daar hebben we toen in de vlog niks van laten zien. Omdat dat dus, nou ja, dat moest een aantal weken later pas online. Dus dat konden we niet delen in de vlog. Omdat de vlog natuurlijk altijd gewoon in de week zelf... online komt, maar dat was wel echt een bijzondere ervaring. Ja. In een land waar we nog nooit geweest waren. Ja, heel vet. We zijn er! Dit is een 10-persoons chalet en wij zijn natuurlijk maar met z'n drieën. Dus het is super ruim. Ik doe even een kleine ronde. Ik dacht net, ik doe alleen beneden, maar ik hoor Joost niet binnenkomen, dus ik kan gelijk alles even laten zien. Nou, dit is dus dan beneden. Dan heb je hier slaapkamer in. Alle slaapkamers hebben dus een eigen badkamer. En een heel mooi uitzicht, kijk. Hapsakee. Nou, dit is dan de eerste badkamer. Kastruimte genoeg. Hier zit dan de gang en wc. Dat geloven jullie allemaal wel. Dan loop ik snel door naar boven. Kan jij even opletten dat ze niet achter mij aankomt? En dan hierboven heb je nog 2 slaapkamers. Dus ook allebei met een eigen badkamer. Wij gaan hier slapen, want deze bedden zijn opgemaakt. Met een stapelbed erin. En dit is trouwens het uitzicht vanaf de andere kant. Helaas nu niet zo zonnig, maar als het goed is, wordt het morgen heel mooi weer. Hier nog een iets grotere badkamer. Met een sauna. Dat is wel echt super deluxe. En aan de andere kant is het eigenlijk gespiegeld. Kijk, ook weer met zo'n stapelbed. En dan hier het Weidse uitzicht van Vlachau. En nog een badkamer, dus ja, echt perfect.
Zeker voor wintersport, want je kunt bij Sunweb dus dit ook voor de wintersport boeken. Is dat natuurlijk ideaal, want dan kun je met, zeg maar, stel we gaan met mijn ouders en broertje en zijn vriendin, dan heb je wel allemaal lekker je eigen badkamer. Ho, 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 ho. Ik zei dat jij het moest oppassen en die staat er nu halverwege de trap. Oh. Oh, Titi, wat ga je doen? Ze kan zo goed trap lopen, dat is bijna onhandig. Bijna onhandig zo snel als jij bent. Deze is wel makkelijk. Ja, deze is inderdaad wel makkelijk, maar ik vind het eng met die gaten erin. Ja. Dus, nou ja. Oké, we gaan nu even uitpakken en dan... We zagen dat er een of andere, nou ja, soort hardloopwedstrijd of zo was daar midden in de hoofdstraat. Dus daar gaan we zo even kijken. Maar ik ga nog wel even een lange broek aan doen, want het was nu dus niet zo warm. Toch? Ja, ik denk dat kan, hoor. Ja, ik doe het wel. Ik heb het altijd snel koud. Dus even ergens in de koffer. Weer zoveel. Bedje hebben we het gewoon zelf meegenomen. Want we dachten, omdat we dus naar meerdere plekken gaan, dat is voor haar dan wel het meest vertrouwd als ze dan gewoon steeds in hetzelfde bedje ligt. Doe je deur dicht. Gaan ze naar buiten? Ja, oké, we gaan even ons klaarmaken. We zijn erachter wat het is. Het is een straatfeest van een hele week. En deze straat is, nou weet ik veel, 1,5 of 2 kilometer lang. En er is alleen maar springkussens. Nou, allemaal gekkigheid voor kinderen. Heel gezellig. Maar de indruk is goed, hè? Ja, het is echt heel leuk gedaan. Dus ja, echt leuk. Goedemorgen, het is donderdagochtend en wij hebben gisteren bij de Spar even boodschapjes gedaan om hier lekker zelf een havermoutje te kunnen maken. We hebben hier geen ontbijt of iets, nou ja, trouwens wel avondeten bij, maar geen ontbijt dus. Dus dat kunnen we lekker zelf maken en dat vind ik eigenlijk ook altijd wel even fijn, want dan merk ik toch dat we iets voedzamer eten dan bij zo'n ontbijtbuffet waar je echt alle keuze hebt. Nou ja, Loa begint nu al over chips, dus dat is ook top. Nee, Moppie, we hebben geen chips. Even kijken. Die en de bessen allemaal. En dan moet ik natuurlijk even kijken of ik hier een pan kan vinden. Joost is nog eventjes een rondje hardlopen. Want hij zei, ja, ik heb voor mijn gevoel alweer zo lang niks gedaan. Ik ga even de benen strekken. Even kijken hoe dit allemaal zit hier zo. Ik zoek in mijn eigen keuken nog naar pannen. Kan ik aangaan. Hier denk ik, ja, een topje. Kijk eens aan. Een pannetje. Zo. We zitten nu tijdens het ontbijt. Joost is weer terug van zijn rondje. Zitten wij dus even te kijken wat hier allemaal te doen is. Want je hebt hier zo'n vlaghou sommerkaart. En daarmee kun je dus een aantal activiteiten gratis doen. Ja, jij ook, Boenk. Maar kijk, je hebt hier... dat zat Joost net te vertellen. Bijvoorbeeld, volgens mij ongeveer iedere dag een hike. En die duurde 7 uur of zo, zei jij, hè? Ja, je hebt er meerdere, maar ik had er net eentje van 7 uur, ja. Ja, en er is, kijk, yoga en voetbal en allemaal dingen voor kinderen. Loa, nee. En we mogen volgens mij gratis 1 keer met de lift omhoog. Met de gondel. Ja, maar wat kost dat daarna? Valt ook wel mee, denk ik. Weet je nog 20 euro? Oh, ja, dat is nog wel veel, ja. Ja, we gaan eens even kijken. We willen in ieder geval dus even met de gondel omhoog. En dan kijken of we daar kunnen lunchen of een wandelingetje kunnen doen. Ben je alweer bezig met eten? Je hebt net gegeten. Oh, altijd eten, altijd. Ja, dat hou je, hè, als je zwanger bent. Doe nog eens op. Doe maar op. 1, 2. Ja, knapperd. Zullen we lekker naar buiten gaan? Gaan we de schoenen aandoen? Oh. Inmiddels is het 5:30 en zijn we alle 3 lekker fris gedoucht. Ik zei tegen Joost, normaal douchen we altijd met Loa voordat ze gaat slapen. Ik zei, maar laten we voor deze vakantie, zeg maar, gaan douchen voor het eten. Dan zijn we, zeg maar, schoon en fris van de zonnebrand. En dan hebben we 's avonds wat meer tijd. Maar we staan hier dus nu bij de gondels die dus, nou, nu niet in gebruik zijn, maar in de winter wel.
En ik draai even de camera om, dan kan ik het beter aanwijzen. Maar daar is dus ons chalet. Dus je loopt letterlijk door dat weiland en dan ben je hier al bij de gondel. En toevallig was Enzo Knol in de winter ook hier. En wat ik toen gezien heb, is dat je hier dus een skidepot hebt. Dat zie je ook hier. En dat je dus hier al je spullen kunt achterlaten. Dus je schoenen en je skis. En dan doe je het dus hier pas bij de gondel aan. En ik vond dat zo'n slim idee, want je loopt er altijd mee te zeulen vanaf je hotel. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig. Want je hebt ze pas nodig zodra je de lift instapt. Dus ja, dat is een tip als je naar Vlagouw gaat. Om dan je spulletjes hier lekker achter te laten. Maar hier gebeurt momenteel niet zoveel. En het leuke is dan wel, vind ik, dat je dus nu letterlijk de koeien op de piste daar ziet lopen. En hier is het in de winter dan gewoon helemaal gekkenhuis, denk ik. Ik denk dat het leuk is voor de mensen die normaal hier in Vlagouw op wintersport gaan. Dat ze nu zien hoe het er dan in de zomer uitziet. Dat lijkt me echt een ander beeld. Dan ga ik ergens kijken. Ja, daar is de rodelbaan. En Joost zei net, oh, dat wil ik morgen echt doen. Ja, dat lijkt me voor mij nu eventjes niet zo verstandig. Maar is inderdaad wel super leuk om te doen. Dus dat is iets voor morgen. Maar ik heb ook nog iets anders gezien. Wat dan? Ja, de Apeloa. Jij bedoelde dit? Ja, vind je dat toch leuk? Nee, kijk, er zijn daar allemaal springkussens. Echt heel veel. Dat is Lucky's Wielpark. Ja, dus daar gaan we even kijken. Ze heeft vanmiddag ook echt heel lang op de trampoline boven bij de... Toen we met de lift naar boven waren, is ze echt heel lang op de trampoline gespeeld. Dus dat vindt ze echt heel leuk. Kijk, nou, dit is toch één groot kinderparadijs hier zo. Kleine kartbaan, allemaal schommels. Ja, echt heel erg leuk. Wij vinden Vlagouw geslaagd voor kinderen. Goedemorgen, midden vanaf de... Nou, wat zal dit zijn? Blauwe of rode piste? Blauw. Is dit blauw? Ja. Wauw. Ja, oké. Breed, hè? Dat lekker altijd... breed. Ja, we lopen midden op de piste. We zijn weer met de lift omhoog gegaan. Ik vond het gisteren zo leuk. En gisteren op de terugweg zagen we nog een soort van leuke wandeling. Vooral voor kinderen. Nou ja, Loa is natuurlijk ook een kind. Ik ook soms. Dus we dachten, we gaan het doen. Hè? En voor zwangeren is ook goed, ja. Het is Floris Erlebnispad. En dat is iets van een ronde van 2 kilometer. En dan is er om de 200 meter volgens mij iets te doen voor kinderen. Een waterval, een klimbrug, een speeltoestel. En dan kan je dus allemaal vragen invullen of antwoorden invullen. En dan mag je uiteindelijk bij terugkomst bij dit restaurantje een ijsje uitzoeken. En Loa wil alleen maar zelf lopen. Die denkt, nou, dat Floris Erlebnispad, dat wil ik wel eventjes erlebnen. Wel gewoon weer de draagzak bij me. Kijk, wat zeggen ze hier allemaal? Oh, dat je geen troep moet gooien. Ja, maar dit is... Wow. Tillen, denk ik. Tillen? Tillen? Oh, moet ik tillen of in de draagzak? Titten. Deze? Nee, titten. Oh. Tillen, titten. Oké, dan doen we die heel even aan mama geven, ja? Kijk, kom dan. Dan ga ik je tillen. Ja. Ja. Kijk, allemaal van dit soort vragen. Hoeveel mieren er in een mierengrot ding wonen? Ik denk 2 miljoen. Dat denk ik. 2 miljoen, hè? Nou, net liepen we dus op de piste en nu lopen we dus weer midden in het bos. Im Wald. Kijk, hier is dan een klein kabelbaantje. En dan lopen we daar denk ik zo weer het bos uit. Hoppa! Echt heel mooi toch, dit uitzicht. En dan gaan we weer door, dwars door de koeien. Dat is toch gezellig hoe die hierbij liggen. Maar, een grote vraag, Loa. Wat doen de koeien? Wat doen de koeien? Goed zo! Kijk, net stonden we naast die Spacejet 3, de lift. En nu zijn we alweer halverwege de piste. Doet helemaal niks. Dan doet loodje helemaal niks. Die is vertrokken, maar het is toch nog best wel een klimmetje hoor, jongens. Jij zei net, konden we naar links of naar rechts? Links was best wel stijl op hoogte. Toen zei jij, nee, dat gaan ze die kinderen niet aan doen. Nou, dat is toch nog best... Het is toch een klim hoor. Ja. Oh ja, wel lekker. En het is 27 graden, dus de zon brandt ook lekker, maar we gaan goed. Het is dus niet normaal hoeveel restaurants en dingen met trampolines die hier zijn. Echt, ik denk dat die hier gewoon in de bonus waren als je die koopt. Dat is gewoon een perfect ding om naast een restaurant neer te zetten. Ja.
Ja, we zijn nu in de Hofstapel, ook wel de après-ski-tempel genoemd. En hier gaat het dus in de zomer, of in de zomer, in de winter, helemaal los. En daar is de lift, dus dan kom je er zo naar beneden en dan rol je zo de après-ski in. Dit schijnt echt een heftige après-ski-tent te zijn. Nou, wij doen het heel braaf met een alcoholvrije limonade, een appelsap. Nou ja, ik heb er wel een appelrolletje. Helemaal mis. En ik weet niet of we het al gezegd hebben, maar het is echt roetheet vandaag. Er staat vrijwel geen wind. Het is, nou ja, volgens de iPhone was het 28 graden, geloof ik, ja? 28? Ja. Ja, dus, en dat is het nu nog steeds zo. En het is nu, ja, het is nu 5:15, ja, dat is logisch ook, maar het is hoog zomer, maar het is echt, oh. Ja, maar wel op een lekkere manier. Ja, maar s'avonds koelt het wel af. Als je voelt dan dat je wat hoger zit in de berg, je voelt gewoon zo'n koelere. Nou ja, het is 11 graden s'nachts. Ik kon niet zeggen kou in de lucht, maar het is gewoon s'avonds wel frisser. Wat wil je? Wat wil je? Ja, dan wil je wat eten, maar we hebben even geen eten. Je moet even wachten. Ja. En nu zitten we alsnog met mooi uitzicht te eten in het restaurant van onze chalet. Hebben we nog niet eerder gedeeld, maar het is wel echt heel lekker eten. We hebben vandaag gewoon even simpel een pizzaatje en Loa heeft pasta, maar het is alsnog heel lekker. Dus dat is... Hoppa. Heel goed, Moppie. Boven de tafel blijven... En dit is een mooi beeld om de video van deze week mee af te sluiten. Deze twee smikkelbaarsjes zitten te genieten van cheesecake met vanille-ijs. En zoals Joost altijd zegt, vanille-ijs is het lekkerste ijs op aarde. Ben ik het absoluut niet mee eens. Loa wel. Hey, we gaan morgen door naar Zeeveld, ook nog in Oostenrijk. En dat zien jullie dus in de volgende video. Oké, willen jullie even zwaaien? Doei! Doei! Goed zo, Moppie.